ik heb mijn nette blousie aan. En nou, ik heb niet een hele nette broek aan, maar goed, maakt niet uit. Want het is zondag en Esra komt over een paar minuten. Ze heeft een live locatie gedeeld. Samen met Taika komen ze hier aan. Oeh, spannend. Ik heb er vet veel zin in, maar ik vind het wel spannend. Ja, superleuk, man. Dus ik ga dat zo meteen even filmen. Ik ga niet met de camera in mijn hand zo, lieve, dat ga ik niet doen. Ik zet de camera gewoon ergens neer. Die laat ik dan filmen. En als er iets niet in beeld is, is er iets niet in beeld. Maar ik ga niet zo helemaal met zo'n camera in haar gezicht van, hey, kijk naar de camera. Dat is niet leuk. Dus, maar ze heeft toestemming gegeven dat ik dit wel even mocht filmen. En zij gaat ook nog wat beeldmateriaal maken. Dus dat is wel heel erg grappig. Ik heb er heel veel zin in om haar te zien. Zo, een vroege goeiemorgen. Het is weer een nieuwe week op de boerderij. Ik en Esra hebben eerst even een beetje rustig aangedaan. En hier is onze Lily. Die loopt ook wel lekker mee. En we hebben eerst even rustig aangedaan, want zij is hier natuurlijk net gekomen. En nu voor vandaag hebben we gewoon weer het boerderijleven op de planning staan. Dus de eerste dag hebben we al gelijk schapen moeten verzetten en zo. Maar daarna hebben we gewoon lekker gechilled. En vandaag gaan we bezig met de zaden. Dat is ook gewoon iets wat we moeten doen. Kom maar, Lily. Doggo. Lily. Hier. Oh, vrouwtje komt eraan, hè. Maar goed, maakt ook niet uit. In ieder geval, vandaag gaan we dus weer bezig met zaden. Dus we zijn gewoon weer het boerderijleven bezig. En als het goed is, daar in de verte ergens, waar is zij? Nou, Esra komt er ook aan. Die gaat me lekker mee helpen vandaag. Dus we gaan lekker met z'n tweetjes bezig. En vanmiddag gaan we nog even wandelen. Dus dat is ook wel heel erg fijn. We zijn nu in de kas. En we hebben super veel zaden die in zakjes mogen, opgeruimd mogen worden. Noem maar op, van alles. Dus daar gaan we vandaag lekker mee bezig. Ook heel veel kruiden die in potjes mogen en weet ik veel allemaal. Dus we hebben weer een goede dag voor de boeg. Ja, dat is ook van de Visalis. Ja, maar dat mag er wel weer uit. Thank you.
leeuw. Oh, nou ligt. Ga je lekker de camera likken, Lily. Goed zo. Kom even, Lily. Leeuw. Jullie willen zo nog een rondleiding, niet? Oh, als je de tijd hebt. Wij maken. Zo, S en ik zijn deze week lekker druk op de boerderij. We zouden rustig aandoen, toch? Deze week? Heel goed gelukt, hè? Ja, dat is goed gelukt, rustig aandoen. Ondertussen hebben we alweer superveel gedaan. Heel veel zaden geoogst. We hebben dus nu ook weer groenten geblancheerd. En wat nou dus heel erg leuk is, we hebben de vriezer gewoon vol. Dus dit jaar komen we in ieder geval geen groentes tekort. Zou je misschien de deur open willen doen? Want ik heb dat wil ik. Ja. Lampje aan. Yes. Dus we zijn nu hier in de kelder. En de eerste vriezer, dat is deze. De groentevriezer, zeg maar. Deze zit nu helemaal vol. Dus ja, er kunnen nog twee zakjes binnen. En dat zijn de laatste. Dat is wel erg leuk. Waar dus, kun je erbij? Ja, moet we even zoeken. Dus we hebben nu deze vriezer hebben we vol zitten. Dat is 350 liter aan groentes. En dan deze nog, en die komt dus ook helemaal vol met vlees. Dus daar komt nog lam in en alle eenden komen er nog in. Dus we hebben dit jaar genoeg eten. Ja. Aardappels zie je erachter, die zit helemaal vol. Saus hebben we nu. Wacht, ik laat ook de andere even zien. Kijk, hier is dit nu allemaal. We hebben wat bietjes en daar zou het nog meer bieten zien. Niet heel duidelijk, maar kijk, dat zijn ook bieten. En hier hebben we dus de peultjes en heel veel augurken. En hier nog koolrabi. Een heleboel saus. We gaan deze week nog veel meer saus maken. Hier dit allemaal. Jams en zo. Dus we hebben aardig wat voor dit jaar. Dat is wel heel erg fijn. En hier dan ook nog alle aardappelen. En dan die twee vriezers ook nog helemaal vol. Zo, en dat was hem weer voor deze week. We zijn heel erg druk bezig geweest. We hebben uit de kas een heleboel tomaten weer gehaald. We hebben saus gemaakt. We hebben zaden bewaard. We hebben ongelooflijk veel dingen gedaan deze week. En dat komt allemaal omdat Esra mij natuurlijk meehelpt. Dus dat scheelt mij een heleboel werk. Volgende week gaan we wat meer winterwerkzaamheden doen. Dus brandhout zagen, schuur leegmaken. Er blijft komende tijd nog lekker weer. Dat houdt dus ook in dat gewoon hier in de kas alles nog doorgroeit. In de moestuin nog doorgroeit. Maar we hebben nu dus ook een vriezer vol met groentes. En de rest wordt allemaal nog ingemaakt. Als er nog wat overblijft. Maar in ieder geval, het gaat super goed op de boerderij.
echt heel goed. En dat komt natuurlijk omdat ik veel geholpen word. Dus volgende week zijn we er weer. En dan zie je wat we nog meer gaan doen. In ieder geval, check de links hier beneden. Ik heb een Patreon. Daar kun je online lessen volgen. Wat echt super interessant is. Allemaal leuke onderwerpen. 10 tot 20 minuten per week. Aan leuke lessen. Voor een hele kleine prijs. Daarbij ook nog eens een keer. Mijn website staat erbij. Ik ben helaas vanaf dit weekend gesloten voor gasten. Volgend jaar ga ik weer open. Maar het is nu mooi geweest met de hele parade, met de circus van alle gasten. Het is nu mooi klaar voor dit jaar. En we gaan de winterrust gaan we in. Dus dat is eigenlijk ook weer heel erg fijn. Check de links in de beschrijving. 10% korting bij Instac Heroes. Dus pak dat ook even snel mee. En dan zie ik jullie volgende week.